Ja, maar jij begrijpt het wel, wat wij hiermee bedoelen, hè? Stoppen of doorgaan. Doorgaan. Ja, dat zeg jij ook. Ja. Ja. 7 afleveringen hebben we gemaakt. Lotse van Dijken. 7? 7 stuks, ja. De pilot niet meegerekend, hè? Nee, de pilot niet meegerekend. Dus dit wordt dan 8? Dit wordt dan 8. Maar wordt dit wel 8? Dit is voor mij een beetje een combinatie van evaluatie, evalueren. En eventueel, nou komt-ie, stoppen of doorgaan. Want ik vind, na 7 keer, ja, moeten wij gewoon tegen elkaar kunnen zeggen, gaan we ermee door of gaan we er niet mee door. Soms denk ik wel eens van, wat is de meerwaarde? Nee, ja, heb ik ook. Ja? Ja. Nou ja, ik bedoel, we hebben er heel veel werk van. Ik heb er ook heel veel plezier jij van. Jij hebt dat... er vooral veel werk van. Hè? Jawel. Ik kan gewoon opdraven. Jawel, maar goed, het is wel al, elke week moeten we die agenda's op elkaar afstemmen, ja, enzovoort. En ja, je moet er zin voor in hebben. Mij is trouwens bijna altijd leeg. Ik ben natuurlijk wel een beetje exit, hè? Ja, dus je bent met pensioen, bedoel ik. Nou ja, precies. Ja. Dus, maar vooral jij moet je agenda aanpassen. Ik zeg altijd maar, zeg jij het maar. Ja. Maar kijk, ik doel even op 2 dingen. Hè. Ik bedoel, als ik de 2 uitpak, vond ik persoonlijk de laatste die wij gemaakt hebben. Hè, over de dood en het geloof. Vond ik eigenlijk de beste. Ja. Maar Paddepoel, ja, dat was... misschien wel de meest aansprekende, ook vanwege natuurlijk hashtag gewoon Henny. Maar aan de andere kant zeg ik dan, met alle respect voor onszelf, die ruim 5000, hoe noem je dat, views. Daar hebben we natuurlijk ook een beetje te danken aan Guido Beyers. Zeker. Ja, maar die heeft het gedeeld, Guido. Guido heeft 95.000 volgers om erbij op Facebook. Ja. En TV Noord pikte dat dan weer op als, ja, zijnde van Guido Beyers ontdekt Piet van Dijken. Ja, RTV Noord heeft natuurlijk ook die fietsjes opgepakt. Ja, hè? Die is ook goed bekeken daardoor. Heeft ook bijna 2000 gehaald. Maar dan zeg ik op mijn beurt van, eigenlijk de beste die we gemaakt hebben, de 7e over geloof en dood. Ja, als ik dan zie waar dat blijft steken op 400 of zo. Ja, 400 op het moment van nu, van opname zit, ja, op 400. Ja, maar dat vind ik eigenlijk veel en veel te weinig. Dat verdient gewoon veel en veel meer. Nou, de reacties waren er ook. Sommigen die zeggen van, jullie verdienen een plek op de landelijke televisie, hoor ik dan wel eens mensen zeggen. En in de comments krijg je dat dan ook terug. Mensen vonden dit ook de beste tot dusver vanwege dat we een wat dieper onderwerp hebben. Ja. En dat raakte mensen. Maar de reacties, ook inderdaad op die geloof en dood, waren natuurlijk bijna allemaal heel erg mooi, ja, en goed. Maar als je met mensen erover praat, bij wijze van spreken, als je vraagt van, nou, als je nou ze mogen delen het dan even, dan komt het veel. Dat vinden mensen al moeilijk. Maar ik vind het zo raar, want ik heb dus 2 keer die filmpje met Moti gemaakt met de telefoon. Dat allebei 25.000 van die hits, 25.000. Wie was dat ook alweer? Die Moti, die straatzanger. Oh ja. Die zong 1 lied en ik interviewde hem wat. Ik heb 2 keer gedaan. Het werd bijna 300 keer gedeeld. Allemaal reacties, honderden reacties op die dingen. Ja. Dus ik denk, hoe kan dat dan? Zijn mensen dan gewoon deelbeu? Ja, wat ik hiermee bedoel met deelbeu, Piet, is dat mensen worden natuurlijk allemaal bedolven onder filmpjes. Je leest het heel vaak. Even gelieven te delen of zo. Ja, zoiets. Ja. Dus blijven we in die, zeg maar, in die paar honderd views hangen. Ja. Omdat we, ook omdat we het niet vragen. Ja. Misschien moeten we het wel vragen. Vind je dit nou leuk? Ja. Deel dan deze video. Maar ik vind dan, vooral op zo'n laatste, vind ik de reacties wel heel mooi. Maar de views en de hits veel te weinig. Ja, in verhouding blijft het achter. Dus dat ontmoedigt dan. Ja. Ik twijfel aan mijn schip. Het lijkt wel mooi. Het is gewoon aan het ding, ja, tijdens de opnames. Ja, dat is maar... Kan dat? Resumé. Ja. Dat gaan we doen. Dit gevoel bij jou nu, hè? Ja. Wat heb jij nou voor... Wat hoop je? Ja, mensen vragen me ook wel, wat wil je? Wat wil je bereiken? Wat is jullie doel? Dat wordt me ook wel gevraagd. Heb jij daar een beeld bij? Nou, ik kreeg net wel weer een steuntje in de rug. Vlak voor de opname werd gebeld door Marcel Nieuwenberg, de vaste presentator van RTV, ja, Noord, ja, Noord Vandaag. Jullie moeten gewoon doorgaan, zijn. Ja, hè? Ja, echt een fan. Als we stoppen, is dit de laatste. Deze evaluatie gaan we door. Beloven ze bij deze dat ze op 22 december een hele mooie kerstaflevering krijgen. Die ze dan gaan delen? Die ze dan gaan delen met al hun vrienden. Zodat er heel veel mensen in januari zijn die wachten op de nieuwe Lotse van Dijken. Zo moet het zijn. En dit was het.
Niks meer en niks minder. En hoe je het ook bent of keert, dit is Lodz. En dit is Van Dijk. Misschien tot de 22e. En misschien ook niet. Cliffhanger.